dat is Jezus namelijk helemaal niet gestorven. En hij kwam dus uit het geschrift, en dat doet hij met schriftteksten, haalt hij dus aan waarin hij je op een verkeerd been zet, zodat hij dus eigenlijk zegt, Jezus is voortijdig van het kruis afgehaald. Hij is niet echt gestorven. En dat zie je alweer, dat de islam, die geïnspireerd is door de andere kant, de boze zeg maar, want het God die niet voor mij is, is tegen mij, zegt Christus. En hoewel de katholieke kerk daar niet eens zal zijn, want die heeft zich al verbroederd met de islamitische kerk. Maar wie niet voor mij is, is tegen mij, is, als de islam er even slaagt, zeg maar, om de opstand van Jezus Christus in twijfel te trekken, dan is er eigenlijk niet zo'n groot verschil tussen de islam en het christendom. En in de eindtijd zal er voorbeeld opgezet worden om dit voor elkaar te brengen. Dat er namelijk dat alle godsdiensten onder één hoofd moeten komen en dat geen enkele godsdienst uniek is. En de antichrist zal zich bovenaan de piramide van alle godsdiensten voegen. Net zoals in het Romeinse Rijk de keizer degene was die boven alle godsdiensten staat. En één keer per jaar moesten elke burger in het Romeinse Rijk eer brengen en lofprijs brengen aan de keizer. En dat is de bron geweest voor de leeuwenwerpen van de christenen. De christenen wilden dat niet doen. En de joden hadden een uitzonderingsclausule. Die ofte voor Caesar in hun tempel. Daarom hoefden de joden het nooit, zeg maar, niet te buigen voor Caesar. Maar goed, ik hou wat af. Johannes 20, vers 1 tot 2. We gaan nu met les beginnen. Op de eerste dag de week ging Maria van Magdala vroeg. Terwijl het nog donker was naar het graf en zij zag de steen van het graf weggenomen. Eigenlijk kwam zij dan bij Simon Petrus en bij de andere discipelen die Jezus lief had. Dat is leuk. De auteurs van de verschillende schriftteksten die zetten er iets in waardoor je, als je heel goed oplet, weet welke die bedoeld wordt. En Johannes schrijft dus steeds van de discipel die Jezus lief had. Bedoelt hij dat erin is? Ja. En dat klopt, want Jezus, dat staat ergens geschreven dat hij Johannes lief had. En zeiden tot hen: zij hebben de Heer weggenomen uit het graf. Wij weten niet waar zij hem hebben neergelegd. Nou, stel je voor de ontsteltenis: Jezus is eerst gestorven. Vervolgens had je de feestdag, de Sabbatdag, dat was de eerste dag van de ongezuurd brood, dan mochten ze dus geen werk doen. Vervolgens kwam de zaterdag en die vrouwen die waren begaan met dat ze Jezus nog wilden balsemen. En ja, dat kon natuurlijk niet, want op zo'n hoogtijddag mochten ze dat niet doen, want dat werd als werk gezien. Dus eindelijk kwam dan de zondag en toen mochten ze eindelijk naar het graf om Jezus alsnog te balsemen. Moet je nagaan, dan was hij al 3 dagen in het graf. En zoals we weten van Lazarus, na 3 dagen was Lazarus in het graf. En dan zei Maria van hij stinkt. Dus tegen die tijd stinkt het lichaam. En de vrouwen waren dus bereid om toch het graf in te gaan en om dus alsnog te balsemen. En ontsteld is dat het graf leeg was en wat er dan door je heen gaat. Nou, vervolgens de tekst Johannes 20, vers 11 tot 23. En Maria stond buiten dicht bij het graf wenende. Terwijl zij dat weende, boog zij zich voorover naar het graf. En zij zag 2 engelen zitten, in witte kleding, één aan het hoofdeinde en één aan het voeteinde, waar het lichaam van Jezus gelegen had. En ze zeiden tot haar: vrouw, waarom weent gij? Ze zeiden tot hem: omdat zij mijn Heer weggenomen hebben, en ik weet niet waar ze hem neergelegd hebben. Na deze woorden keerde zij zich om en zag Jezus staan. Maar ze wist niet dat het Jezus was. Jezus zei tot haar: vrouw, waarom weent gij? Wie zoekt gij? Zij weende dat het de hovenier was, de tuinman, en zei tot hem: Heer, als gij hem weggedragen hebt, zeg mij dan waar gij hem neergelegd hebt, en ik zal hem wegnemen. En Jezus zei tot haar: Maria! Zij keerde zich om en zei tot hem in het Hebreeuws: Rabboni! Amen! This is so great! Moet je voorstellen, je denkt dat hij dood is, en ineens is hij daar! Moet je voorstellen! Als je iemand lief hebt en hij is dood en ineens is hij daar. En in dat Rabboni herkennen zij het dus. Oh, how good, blessed you. Oh, hoe je het? Ik heb geen onderzoek. Verder. Dat zou ik niet van. Dat wil zeggen, meester. En Jezus zei tot haar: houd mij niet vast, want ik ben nog niet opgevaren naar de Vader.
naar mijn vader en uw vader, naar mijn God en uw God. Nou, dit is een beetje een verwarrende situatie. Want Jezus zegt, ik ben al niet opgevangen met mijn vader. Dus je moet mij niet, hier staat al, hou mij niet vast. Dat wil zeggen vasthouden en niet loslaten. Maar het staat onder de tekst, staat, raak mij niet aan. Nou, het punt was, het offer in de tempel op het verzoendeksel was heilig. Christus is het offer op het verzoendeksel. Hij is heilig op dat moment. Een heilig ding mocht niet aanraken. Tenzij datgene wat hem aanraakte ook heilig was. Het kan zijn dat dit een verwijzing is naar de situatie. Hij moest eerst zich als offerander laten zien aan God Almachtige. Het offer dat hij opvoer naar God de Vader. En dat hij toen de reden, dat hij dan pas weer onder de mensen mocht zijn. Want hij was op dat moment het heilig offer. En dat dat de reden was waarom hij zei: van raak mij niet aan. Maar goed, hou het goed, ik weet het niet helemaal zeker en ik heb er ook geen echte studie naar gedaan, maar volgens mij is het zoiets waarom ik dit zeg. Soms zijn de details in de Bijbel die echt heel belangrijk zijn. En na het Maria van Magdala ging heen en boodschapte de discipelen dat zij de Heer had gezien en dat hij haar dit gezegd had. Toen het dan avond was op de eerste dag der week en ter plaatse waar de discipelen zich bevonden, de deuren gesloten waren uit vrees voor de Joden, kwam Jezus en stond in het midden en zei tot hen: vrede zij u. Nou, dit was onmogelijk voor het kruis. Dus we hebben hier een opgestaande Heer en Heiland, die dwars op muren loopt. Ja? En niet alleen dat, maar bij het verhaal van Emmaus loopt die 2 uur mensen naar Emmaus en die zien gelijk de avond weer terug in Jeruzalem. Dus hij heeft ook nog wie meer op schatting. Hij heeft ook nog teleportatie. Hij kan ook nog dwars door afstanden heen lopen. We hebben hier Jezus Christus in een menselijk lichaam, maar met bovennatuurlijke macht, mogelijkheden. Hij is niet meer beperkt zoals hij was voor het kruis. Oké. Vrede zijn u. Nou, vrede is shalom en opnieuw is alechem. Dus als ik zeg shalom alechem, dan betekent dat vrede zijn. Heb je ook weer wat in rustig. En na dit gezegd hebben, toonde hij hun zijn handen en zijn zij. Die discipelen dan waren blij toen zij de Heer zagen. Jezus dan zeide nogmaals tot hen: vrede zijn u gelijk. De Vader mij gezonden heeft, zend ik ook. En na het gezegd hebben, blies hij op hen en zei tot hen: ontvang de Heilige Geest. Adem Gods is de Heilige Geest. Als wij Gods adem in ons hebben, dan zijn wij deel van zijn huisgezin. Dan zijn wij familie geworden. En wij worden alle geadopteerd in zijn huisgezin. We zijn kinderen van de vijand, maar door Christus worden wij geadopteerd kinderen. En worden wij opgenomen in zijn huisgezin en krijgen wij zijn geest in plaats. Ontvang de Heilige Geest, wie gij hun zonde kwijtschelt, die zijn je kwijtgescholden. Wie gij ze toerekent, die zijn ze toegerekend. Jezus had de macht om de zonde te vergeven. Wat hier staat, is dat hij dat ook gaf aan de discipelen. Ik ga niet zo ver dat wij dat ook hebben. Je zou het misschien kunnen denken. Maar Jezus zegt wel, als gij anderen niet vergeeft, kan ik ook u niet vergeven. Wat dat betreft zonde wijzelf. Dus verder laat het in de midden, want de tekst zegt dat we er niks over. Maar ik vind het een heel interessante tekst die hier staat. Want dat zou wel eens kunnen betekenen dat het dat betekent. Dat als andere mensen tot ons komen en wij zeggen van je zonde zijn je vergeven. En we zijn in de geest, dat dat ook inderdaad zo is. En dat zou kloppen, want wij krijgen Gods geest. Dus als wij spreken door zijn geest, zeggen wij de waarheid tot de persoon. Dus besef hoe ongelooflijk kostbaar zijn geest in ons. Want dat is God in jou. Johannes 20, vers 30 tot 11. Jezus heeft nog veel andere tekenen voor de ogen zijn en discipelen gedaan, die niet beschreven zijn in dit boek. Maar deze zijn gespreken omdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon van God, opdat gij gelovend het leven hebt in zijn naam. Dus één ding. Ja, kijk, belangrijk.
nog verder over hebben, maar als Jezus inderdaad opgestaan is, hoe bewijs je dat dat zo is? Kijk, wij geloven dat. Maar als je tegen een moslim moet uitzeggen dat Jezus opgestaan is, ik in mijn ongelovige tijd heb altijd gezegd, hè, toen ik nog 18 jaar was en een irritant studentje, ja, ze kunnen het verzinnen. Ze hebben het gewoon verzonnen, dit verhaal. Maar de vraag is of je, met alle feiten die hier staan, of het dan waarschijnlijk is dat dit door de discipel achteraf verzonnen is. Want er zijn heel veel mensen in de wereld die zeggen, ja, maar het is gewoon achteraf verzonnen door de discipel. Dezelfde fariseeërs hebben dat gezegd. De fariseeërs hebben in de wereld geplaatst het verhaal dat Jezus niet moet staan, en dat de discipelen, die hebben hem weggenomen en die hebben gezegd dat het opgestaan is. Maar je hebt hier een getuigenis. En dit verhaal van de getuigenis is de vraag of dit redelijk is, om dit te denken. Want dat is gewoon zo'n verdediging. Hoe verdedig je geloof? Hoe vast sta je in je geloof? Want Jezus verwierp altijd de redeneringen van Satan. Ja, en als dit dat tegenover jou staat en hij argumenteert dat Jezus helemaal niet opgestaan is, ben je dan in staat om te bewijzen dat hij wel opgestaan is. Want er staat geschreven, zoals Jezus zegt. Het is heel belangrijk, want er gaat een tijd komen dat al deze dingen ter discussie gesteld worden. Gaat de tijd komen dat er rechtstreeks aanval gaat komen op ons geloof, waarin dit hoeksteenelement zal worden aangevallen. Want dit is uniek en dit is de kracht waarmee Satan is overwonnen. Zonder deze slag zou Satan eeuwig kunnen regeren. En dat wil hij natuurlijk, want als wij dit niet meer geloven, dan geloven wij ook niet dat Satan verslaanbaar is. De feitelijkheid van de opstanding van Jezus Christus is de hoeksteen van ons geloof. Dit onderscheidt ons van alle andere godsdiensten. Zonder dit worden andere schriftgedeelten verzwakt in betekenis. Dat is ook waar. Als je dit niet hebt, ja, blijft er dan nog over van de loop van de belofte. Nou, veel mensen zijn tevreden met de dood als einde. Ik vroeg van de week, was er ook nog een knaap die kwam langzaam wat een man van mijn leeftijd, dus ik maak het niet doen. En ik zei zo van, ik heb het net gezegd tegen mijn overbuur, maar ja, ik moet een studie over de opstanding. En dus ik zei, geloof jij in opstanding? Eerst mensen raken met je volstrekers, maar ik zeg dan, nee, ik geloof in reïncarnatie. Ja, het is heel veel mensen die dat geloven tegenwoordig. Hè? En wat doe je daarmee? Moet je jezelf afvragen, als iemand dat tegen je vertelt. Wat doe je dan? Geloof je dan in de opstanding? Ik zeg van, ja, ik geloof dat het is voorbestemd voor de mensen om eens te sterven. En dat is een mooi. Maar goed, toen wilde ik praten over IT en zo. Met een eeuw, okay. Veel mensen denken dus aan de dood als het einde van alles. Een soort kastensysteem, hè. Dus als je goed leeft, dan kom je terug als manager. En als je nog beter leeft, dan kom je terug als de directeur van het bedrijf. En zeker. Maar wij weten dat het evangelie gepredikt wordt aan de armen. En dat Jezus gekomen is om het evangelie te prediken aan de armen. En dat er niet vele rijken zijn die het oorlog tot God binnen zullen gaan. En dus wees niet benauwd dat je arm bent. Want daardoor heb jij de erfenis. En die erfenis is veel belangrijker dan de rijkdom die je in het leven hebt. Amen. 1 Korinther 15 vers 50. Dit spreek ik even al uit. Broeders, vlees en bloed kunnen het koninkrijk Gods niet beërven. En het vergankelijke beërft de onvergankelijkheid niet. De dood is in die zin goed, want anders komen we nooit in het onvergankelijke terecht. Voor een christen is dood de manier om in dat onvergankelijke terecht te komen. En dat onvergankelijke is dus de opstanding. Zonder verlossing opstanding is er dreiging van oordeel en eeuwige verdoemenis. Er is geen hoop. Dat is ook begrafenis van Abigail. Tante was dat, die was eigenlijk helemaal niet zo triest. Want het was allemaal een getuigenis van dat ze nu eeuwig leeft. Van het eeuwig leven. En een begrafenis van ongelooflijk is altijd heel triest. Er staat iedereen met tranen over te vertellen en zo. Er is geen hoop dan. Maar van een christen is er hoop. Niets is te moeilijk voor Adonai, de koning van het universum. De opstanding is het zegel van de kracht en het gezag over het gehele verlossingsplan. Opstanding symboliseert het geestelijk werk dat Christus doet in alle gelovigen. Hij vult hem met de geest. De dood, de begrafenis van de opstanding van Jezus zijn de essentie van het evangelie. Christus dood op het
kruis is symbolisch noodzaak voor de persoon om zich te bekeren van zijn zonde. Sterven aan de bewegingen van zijn vleeselijke natuur en zijn zondige levensstijl opbuigen naar een nieuw leven in Jezus Christus. De begrafenis van Jezus symboliseert voor de persoon dat hij begraven is met Christus in waterdoop in de naam van Jezus Christus. He, dus als we hier dopen, dan is dat eigenlijk een vorm van sterven en weer opstaan uit dat graf. He, we hebben het dan over het watergraf. Ja, en dan sta je ook in nieuwheid van leven. Nou, het is een heel mooi verhaal natuurlijk met de Exodus. He, met, toen de Israëlieten de uittocht uit Egypte deden. Ja, ze gingen dus door die Rode Zee heen. Die Rode Zee, dat was eigenlijk de dood, want daar zouden ze eigenlijk niet meer hebben moeten doodgaan. Maar ze kwamen aan de andere kant weer uit, omdat God een weg bouwde. En omdat hun zonden vergeven waren. Want ze hadden net het ritueel gedaan van het bloed op de deur. Ja? En de verderfengel was langsgekomen, die had iedereen geoordeeld. En die kwam bij het huis van de Israëlieten. En toen zag hij daar het bloed. Wiens bloed was dat? Ja, dat was het bloed van het lam. Nee, het was het bloed wat verwees naar het lam Gods. Het lam Gods is de eerstgeborene. Alle eerstgeborenen moesten sterven in Egypte. Dat was de straf. God is geen aanzien des persoon. Ook de eerstgeborenen van de Joden moesten sterven. Maar wat was er gebeurd? Ze waren ineens in een andere familie gekomen. Want ze hadden God ervaren. Ze waren geadopteerd. Ze waren niet meer de stam van Juda. Ze waren de stam van Juda, zoon van de Heer. De vader God. Dus ze hadden ook een andere broer gekregen. Yeshua. De eerstgeboren van God. Ze waren familie geworden van God. En de eerstgeboren van God is Jezus Christus. Jezus Christus was gestorven voor hun. Zij waren in één hele grote familie. En die eerstgeborene was Jezus Christus. Amen. Dus de engel komt voorbij. Die deur op het bloed. Wees naar die eerstgeborene. En voor God is tijd belangrijk. Of hij nou in het begin de schepping deed. Of dan halverwege toen bij volgende daar. Of hij doet het nu. Dat maakt niet uit. Het gebeurt. Christus is gestorven. Het lammetje verwees naar de daad van Christus. Want Christus gestorven is aan het kruis. Dat zei hij in de rijden van Christus. En dat deed hij dus ook in Egypte. Het was alleen een verwijzing naar het offer. Van de week zat ik naast de Joodse vrouw. Haar moeder is Jodin. Haar vader was dat ook geloof ik. Maar zij is getrouwd met een ongeloof. Dus niet Jood, zeg maar. En zij vertelt, ja, die feesten zo, moest ik vroeger mijn moeder helpen, mijn grootmoeder, want vlak voor Paas moest het hele huis vrij worden gemaakt van, gist. Wat deden ze dan? Gingen ze 3 dagen het hele huis schoonmaken. Wat moesten die vrouwen doen? Dan namen ze alle bordjes en kopjes en toestanden lepels, en die werden aan een draadje vastgemaakt, en die werden dan in kokend water gehangen in die kokende massa, en dan werden ze gereinigd van de gist. Moet je nagaan. Ik zou rekenen bij een schrift als je dat moet doen. We doen alle. Dus ze waren 3 dagen bezig met het hele huis schoon te maken. Dus toen zei ik tegen haar van, kijk, dat Pasen met dat bloed en zo op die deur, kijk, dat heb ik als logo in mijn Facebook. Dus zij kijkt zo op mijn Facebook en zegt, nou, dat is wel heftig zeg, om dat als logo te hebben in je Facebook. Dus ik zeg van, ja, maar dat bloed, dat verwees ik naar dat lammetje. En Johannes de Doper, die kwam in de geest van Elia, zei van, dat is het lam Gods, Jezus. Wauw, zei ze. Zij heeft nooit gehoord. Zij kent alleen maar die rituelen van die dingen die ze hadden moeten doen met paard. Dus wij hebben de taak ook richting ons afvallig broeder, de Joden. Opstanding symboliseert dan het geestelijk werk dat Christus doet in alle gelovigen. Dat hij hem vervult met de Heilige Geest. Nou, in Handelingen 2:38 gelovigen is klaar om het nieuwe leven te ontvangen in Christus door de Heilige Geest. Die hebben regenereerd en vervuld. Colossenzen 2:12 staat geschreven: daar gij met hem begraven zijt in de dood, in hem zijt ook mee opgewekt door het geloof aan de werking van Gods, die hem uit de dood heeft opgewekt, omdat Jezus leeft, is er hoop voor de gelovigen. Door hem nieuw leven ontvangen en geschenkt en eeuwig leven naar het graf.
Dus dit is dus de dood en dan is gelijk de verbintenis met het eeuwig leven. Nou, dan hebben we nu, gaan we het hebben over een aantal tekenen van de opstanding. Als we op het leerstuk van de opstanding beschouwen en nadenken over het verschijnen van Jezus na de opstanding en de geschreven getuigenis die daarvan zijn, dan vallen een aantal zaken op. Nou, de reden waarom dit belangrijk is, die teken, is dat dus een verdere onderbouwing dat het echt gebeurd is. En dus daarom is het belangrijk dat we dat tot ons nemen. Na de opstanding maakt Jezus zichzelf kenbaar aan verschillende getuigen door te verschijnen. Persoonlijk en ook in de groep. Nou, als de discipelen het verzinnen, dan heb je dus een 12 discipelen en die zeggen achteraf: ja, wij hebben hem gezien. Hij leeft. Ja, en verder geen details. We hebben hem gezien, hij leeft. Nee, het verhaal is: hij verscheen individueel aan diverse mensen. Vervolgens verscheen hij weer aan de mensen, maar daarna toen ze in de groep waren. Dan wordt het steeds lastiger om dit te verzinnen. Want als je niet oppast, dan vertellen ze allemaal een verhaal. Want er zijn heel veel verschijningen en dat maakt het lastig om dit te verzinnen. Als je eerlijk bent, besef je dat. Dan besef je dat je dit niet zomaar kunt verzinnen. He? Of zoals de Engelsen zeggen, you can't make this up. En dat is hier ook. Maar hier mag alleen de eerste verschijning van Jezus vanaf was aan Maria. En zij en andere vrouwen een paar weken graf in de ochtend, de eerste dag van de week, terwijl ze specerijen. En die specerijen is dus meer. Mirre was een van de geschenken bij zijn geboorte. Mirre is altijd verbonden aan de dood. Want het is een balsem voor de dood. En dus het is ook profetisch dat die drie geschenken gegeven waren. Frankincense is de priest. En goud is koningschap. En mirre is zijn sterven. Dus hier hebben we het mirre. Wij zijn gevallen voor de laatste zalving van Christus lichaam. Het zou eens kunnen dat Maria die mirre gemaakt heeft. Tot deze dag. Als we alle evangelie met elkaar vergelijken, dan denken we de namen van drie vrouwen, blijkbaar werden vergezeld door Maria Magdalena. We hadden daar Maria, de moeder van Jacobus en Jozef, en Johanna en Salome. Dus nog drie vrouwen. Ja. Maria Magdalena is de enige die Johannes gemeld, maar blijkbaar was dat omdat hij Maria's getuigenis volgde van haar ontmoeting met Jezus. En dus die andere vrouwen die waren erbij, maar daar lees je verder niks over. Maar dat geeft dus wel aan dat je hebt dus alweer vier mensen die dus daarbij waren. En als die hetzelfde verhaal vertellen, dan heb je dus echt een probleem. En dus om dit te verzinnen, dat gaat niet zomaar. Er zijn gewoon te veel mensen bij betrokken. De hele openbaring van de islam is door Mohammed. En dat is het unieke van het christendom. Het is niet één mens die hierbij betrokken is. Het is Gods geest en die pakt mensen bij het om iets te zeggen. En dan blijkt dus dat het verhaal ook consistent is. Er zijn heel veel mensen bij betrokken. Dat maakt het een goddelijke openbaring. Amen. Johannes zijn slag vermeld, met name bij Magdalena, dat zijn reden om Petrus en de andere discipelen die Jezus lief heeft te vinden. Om dat te weten, om hen te vertellen van het verdwenen lichaam. De andere vrouw ging dus blijkbaar gelijk weg, die waarschijnlijk bang om wat er gebeurd was. We weten niet precies de timing van de gebeurtenissen die op elkaar volgden. Blijkbaar had Petrus en Johannes Maria vergezeld naar het graf om haar verhaal te controleren. Dus Maria Magdalena, die ging dus terug naar het graf, wees Johannes wat waren erbij en die wilde het alleen voor met haar eigen ogen zien. Niet begrijpen dat ze ervan moest, niet begrijpen wat moet hierover denken. Dus ze liet Maria achter bij het graf en zij ging dus weer weg. En toen verscheen Jezus aan Maria Magdalena. Nou, waarom juist Maria Magdalena, die zeven duiven uitgeworpen waren? Nou, de tekst van het boek zegt dat zij mogelijk wijzen dat ze zo'n heftig leven had, ook degene was die het meest Jezus lief had. Dat zou heel goed kunnen. Maar ik denk dat er nog iets is. Hoe is de zonde ooit begonnen? In de Hof van Eden. Door de vrouw. De vrouw is de eerste dat de zonde was gekomen. Nu was het de vrouw. De eerste. Wat de volsing was. Amen. En dat is God. Die doet zulke dingen. Lucas 7:47 staat geschreven. Daarom zegt hij: haar zonden zijn haar vergeven. Al waar zij willen. Want zij betonen veel liefde. Maar wie weinig vergeven wordt, die betonen weinig liefde. Dus in de zin van waarom Maria Magdalena de eerste was die Jezus zag.
Die hebben helemaal niks met elkaar te maken. Er zijn een paar mensen die waren in Jeruzalem vanwege de feesttijd. En die lopen dus nu naar huis, naar de plaats van Esther. Emmerus, en dus ongeveer 2 kilometer lopen, 2 uur lopen vanaf van Jeruzalem. En terwijl zij reisden, het staat daar beschreven, kwam Jezus naderbij en voegde zich bij hem. En moet je voorstellen, ze lopen daar een beetje. Dat is een vreselijke doeltjes in Jeruzalem. En Jezus loopt er ook, een hoop mensen lopen een beetje zo naast hen. En die zegt zo van, waarom zijn jullie zo, waar hebben jullie het dan over? Wat beweegt jullie? Hij was het hoofdpunt van het hele gebeuren. He? Hij was de hoofdpersoon van het hele act. En hij vraagt dus gewoon zo van, waar hebben jullie het eigenlijk over? Wat is het eigenlijk? Weet je? He? Over de humor van de Heer. En zij dacht van, dat lijkt een vreemdeling. Ik weet niet wat er allemaal in Jeruzalem gebeurd is. En dus ze vertelde een korte gebeurtenis van de laatste dagen en een grote bewustzijn, want zij hadden gehoopt dat Jezus zichzelf zou verlossen. En toen zegt ze dus nog steeds niet dat het Jezus was die met hem kon. Nou, dan denken wij van, hoe kan dat nou? Hoe kan dat? He, dat ze Jezus niet hebben. Maar vergeet niet. Als je iemand ziet met een paard en daarna ziet hem zonder paard, dan herken je hem bijna niet. En Jezus had geen paard meer. Die was afgetrokken. Hij was echt, die hele baard, moet je daar niet naar op zo'n baard, dus daar kun je goed grip op krijgen. En die, bij het zandheid erin hadden ze een paard afgetrokken van. Nou, dat is zeer hoor, kun je zeker van zijn geslacht. Maar goed, dit is dus waarschijnlijk dat de Emmers hem niet herkenden. Dus, toen ontstond er een Bijbelstudie van 2 uur lang, waarin Christus exact uitlegde vanuit het Oude Testament dat Jezus moest sterven. Was en toen ging hij met hun het brood breken. Dat was de laatste daad die hij deed voordat hij kruisiging ging. En dit is de eerste daad die hij doet als hij van het kruis afstapt en weer een opstanding is: het brood breken. Dus laten we niet vergeten dat Christus dat heel belangrijk acht, zowel voor zijn kruisiging als na zijn kruisiging. Nou, en toen werden hun ogen geopend. Waarom? Wat doe je als je brood breekt? Je pakt je brood. En dan gaan ineens die armen uit je mouw. En hier zaten die spijkers in. Niet hier, want dan trek je hem er gelijk uit. Dus die spijkers zitten door mij hierin. Want dan blijf je hangen. Dus toen hij de brood brak, zagen ze ineens die gaten. Staat in de Bijbel. Dat het zou best kunnen. Dat ineens. Duidelijk willen. Was ons hart niet brandende in ons, terwijl hij onderweg tot ons sprak en onze schrift opende? De Heilige Geest getuigt met de getuigenissen van de preek. Verschijning aan zijn discipelen. Volgende. Jezus verscheen tenminste 4 keer aan zijn discipelen. Hij verscheen aan 10 discipelen eerst op een gebeurtenis waar Thomas niet bij was. Ja, en dat is dus ook weer, als je iets wil verzinnen, waarom maak je nou zo'n detail in, weet je? Ja, dat Thomas er niet bij was. Ik was het verzin. Toen nog gewoon van, we waren bij elkaar. En toen was Jezus ineens. En we hebben het al gezien. Punt. Maak het dan niet een nodeloos complex met een man die er niet was en zo. En die wilde zijn ook nog van dit. Weet je, als je het verzin, maak het dan niet zo indrukkelijk, zou ik zeggen. Weet je, dat maakt het dus ook weer waarom dit niet verzonnen kan zijn. Er zitten veel te veel details in. Johannes 10:20 vers 19:24. Na het horen van het bezoek van Jezus zei Thomas nadrukkelijk dat hij de spijker kan drukken zelf zou zien voordat hij zou geloven. Jezus' tweede verschijning was Thomas wel aanwezig. Nou, dat vinden we ook weer in Marcus. Jezus alle dingen wetende, dat is ook zo mooi, hè? Jezus gewoon alle dingen weten. En die weet gewoon wat wij denken. En dan is hij er ook niet hard mee, dan doet hij dat heel zacht. En dat doet hij hier ook. Hij richtte zijn aandacht op Thomas en nodigde hem vriendelijk uit om de spijkergaten en de speergat te zien en te voelen. Nou, Thomas had natuurlijk een brok in zijn keel, want hij had al lang gezien dat het Jezus tussen was. En hij was een diepe schaamte dat hij dat gezegd had. Dus Thomas zei, mijn Heer en mijn God, ja, dat zal ik niet zeggen. Dan zeg je van, nou bedankt Jezus dat je bent. Toen zei ze, kijk nou, maar je ziet me. Past het nog niet, als je weet wie Christus is. Nou, Jezus verscheen daar ook nog aan de discipelen, toen ze aan het vissen waren bij de Heer van Galilea.
En dat is ook interessant, als je dat leest, dat is dus in Johannes 21 vers 23. Dan heb je dus ook weer dat verhaal over dat net tegenwoordig zijn ze vissen, vangen ze niks. En zegt Jezus, heb je wat gevangen? En dan zegt ze, nee, heb ik gevangen, maar gooi het net even aan de andere kant uit. Nou, en dan is dat ding er helemaal vol. Dus dan zegt Peter van, oh, het is de Heer. Herken maar een melodie. De tune van de Jezus Christus, hij geeft weer een volle vangst. Maar, dan zitten ze aan, dan zitten ze dat die vis te eten. En dan staat er ook weer zoiets. We zeiden niets tegen elkaar, want we wisten allemaal dat het de Heer was. En dat is ook een beetje cryptisch. En daar heb je hetzelfde verhaal. Want ze herkennen het niet, maar ze weten dat het de Heer was. Waarom herkennen ze het niet? Vanwege het feit dat zijn gezicht anders is. Vanwege, denk ik, hè? Omdat die paard er niet binnen op zit. Dus dan maakt het, begrijp je waarom bepaalde dingen details erin staan. Nou, Saul is de laatste bij die Jezus ziet komen. Zijn naam werd dus veranderd in Paulus. En hij zei van zichzelf dat hij een nakomertje was als discipel. En hij had dus een intieme ontmoeting op de weg naar Damascus. Nou, wij denken Damascus, ja, de weg. Een belangrijk detail. Helemaal niet. Want de kruising was voor de Damascus Gate. Christus werd gekruisigd vlak voor, als je de poort uitkwam en je ging op weg naar Damascus, dan liep je langs het kruis. Dat is nu een busstation. Maar in die poort staat nog, die kun je nog steeds bewonderen. En ook de poort waar Jezus door uitgeleid werd met het kruis op zijn rug. Dus die dag was Paulus door de poort gegaan, langs de plek waar het kruis was. 12 meter vanaf het kruis ligt het graf in Gethsemane. Dat ligt echt vlak bij elkaar. Dat is echt een tuin. Ja, dat vandaar ook een tuin natuurlijk. Dat was toen ook al een tuin. En hij gaat zo weg naar en hij loopt dus langs het kruis. En als je langs het kruis komt, wie kan nou langs het kruis gaan zonder dat hij bekeerd wordt? Nou, alles was verplicht. Toen op de weg. Maskers, open de vlotte en boven. Ik ben Jezus die jij vervolgt. Het is moeilijk voor u om tegen de hielpringers in te gaan, staat in Handelingen 9 vers 5. Nou, dan zijn er een hoop tekenen opgetekend, om ze ook weer zijn identiteit, wie hij werkelijk is, te bewijzen. En dus de wonderen, maar ook kenmerken. En die tekenen zijn ook opgeschreven. En dus ook weer, kijk, als je iemand hebt die zich voordoet als Jezus Christus, dat lijkt er misschien wel op, maar dat wil nog niet zeggen dat het dezelfde persoon is. Hè? Iemand kan zich voordoen als Marco Borsato. Maar dat test is natuurlijk, ga maar eens zien. Als het dan niet lukt, nou, dan is het ook niet Marco Borsato. Dus de tekenen, ook de wonderen die hij weer deed, bewezen wie hij werkelijk was. Johannes 20 vers 30, Jezus heeft nog veel andere tekenen voor het oog van zijn discipelen gedaan die niet beschreven zijn in het boek. Maar deze opgeschreven omdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon van God. En omdat gij gewoon het leven hebt in zijn naam. Dus het optekenen is natuurlijk belangrijk als ze dat gedaan hebben, omdat we het anders al lang zouden zijn vergeten. En dan zou de groep natuurlijk ook van christenen al zijn verdwenen. En in Romeinen 10 vers 14 schrijft Paulus zo: hoe dan zullen zij hem roepen aan wie zij niet hebben geloofd? En hoe zullen ze geloven in hem waarvan ze niet gehoord hebben? En dus de prediking van het woord, zeg maar, en het lezen van het woord is essentieel voor de groei van het geloof van de christen. En de bereidheid om te luisteren. Je moet dus een prediker hebben, maar je moet ook een luisteraar hebben. En die luisteraar is niet het horen van het geluid en zo. Het horen, de horende zijn ze dood. Maar het is het feit dat het landt in het hart. Ja, dus prediker en we hebben een hoorder en een prediker. En in het Grieks is dat Jeruso, en Jeruso betekent verkondigen. Dus dat gaat ook iets verder dan het spreken alleen. Het betekent echt het proclameren, zeg maar. Publiek aankondigen van. Dat is een onderdeel van het proclameren, van het vertellen, van het prediken. Nou, en het woord horen wat hij gebruikt heeft ook duidelijk te maken met het ontvangen in het hart. Dus
Dus in die zin kan ook een dove, zeg maar, het evangelie horen. Nou, belang van de opstanding, de betekenis daarvan, eerst pas natuurlijk dat de dood is overwonnen. De dood is niet echt het einde. Jezus heeft dus gezegend over de dood, de hel en het graf. En ja, dat legt ook de basis voor de toekomst. Hè. Kijk, je kunt natuurlijk afvragen, wat betekent het straks het eeuwig leven? Nou, wij zullen... Oh ja, nou, die tekst die komt aan het einde. Moet ik nog even zeggen. Ik denk dat ik er nog eens moet doen, dat is toch wel belangrijk. Dan zal ik niet dat naartoe komt. Nou, het laatste punt, er zijn iets van vijf punten. Het laatste punt is dat de opstanding, de Vader wordt verheerlijkt in Jezus Christus. In zijn opstanding. Ja? En het fundament, dat is dus het fundament van die verheerlijking, is die opstanding. En nou staat geschreven in Johannes 7, vers 1 tot 4, en dat is een hele, toch een beetje een ingewikkeld schrifttekst. Dit sprak Jezus, en hij hief zijn ogen ter hemel en zei: De Vader, de uur is gekomen, verheerlijk uw Zoon, dat uw Zoon u verheerlijkt. Gelijk gij hem macht hebt gegeven over al vlees, om aan al wat gij hebt gegeven, eeuwig leven te schenken. Dit nu is het eeuwig leven, dat zij u kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus die gij gezonden hebt. Ik heb u verheerlijkt op de aarde door het werk te volleindigen dat gij mij te doen gegeven hebt. En dus Christus verheerlijkt de Vader door zijn gehoorzaamheid. En dat is heel belangrijk dat we dat even goed op ons in laten nemen. Want hoe gehoorzaam zijn wij zelf? En hoe gehoorzaam zijn wij, hoe ongehoorzaam zijn wij als we kijken naar onze kinderen? Ongehoorzaamheid is ze aangeboren. Gehoorzaamheid moet ze geleerd worden. En dat in Jezus Christus was volledig gehoorzaam. Dit is ook belangrijk. De vernietiging van Satan is gewonnen op het Golgotha. Hij heeft de Satan verslagen. Alleen, effectief is het nog niet, want Satan gaat nog rond als een briesende leeuw. Brullende leeuw. En waarom is dat nou uitgesteld? Het is uitgesteld voor de tijd dat het zoonschap van Jezus Christus volleindigd zal worden en de rol van het zoonschap terugvalt aan de Almachtige. Nou, in Korinthe 1. Korinthe 15, was veel van het antwoord in de slaap beschreven, maar nu, Christus is opgewekt uit de dood als eersteling van hen die in de slaap zijn. Nou, eersteling, dat is dus op zondagochtend, hè? Hij was de eerste die opstond uit de doden. Zondagochtend is de dag van het feest van de eerstelingengarven. Dat is de dag dat de priester, zeg maar, de tempel inging en de eerste oogst wuifde voor God dan wachten. Ja, dus je had dus een paasgaanheid gehad, dan heb je de dag erop begint het feest van onzuur brood. En er staat geschreven dat de eerste dag na de eerste volgende zaterdag moet de eerstelingengarve in de tempel worden getoond. Dat was toevallig die zondag dat Christus opstond uit de doden. De first fruit, de eerstelingengarve, was dus Jezus Christus. Ja, dus hij is dus de eersteling. Nou, en daarna komt de rest van de oogst. Ik heb die taliet wel eens een keer meegenomen, hè? Er zitten wel die kwastjes aan. Ja, een kwastje, dat is een tjitji in het Hebreeuws. Ja, die bestaat uit draadjes. Maar één van die draadjes, die moet officieel blauw zijn. Nou, een tjitji betekent in het Hebreeuws, dat is de bloesem, de vrucht. Ja? Dus de vrucht duidt op de vrucht van de gelovigen. Zijn werken, wie hij wordt nadat hij tot God komt, tot Christus komt. Ja, dan is zijn leven anders en dan wordt zijn leven een vrucht voor God. Ja? Maar Christus was de eerste. Daarom is één duidelijk blauw. Want hij is van boven. Ja? En die anderen zijn wit. Wij zijn wit gereinigd door het bloed van het land. Maar er is er één blauw. Dat detail weet ik hier ook niet. Dat ermee te
kunt zien dat wij door Jezus Christus en de Heilige Geest de vervulling van alle symboliek van de zin kennen. Want evenals in Adam alle sterven, zo zullen ook in Christus alle leven gemaakt worden. Maar ieder in zijn eigen rang wordt. Christus als eersteling, vervolgens die van Christus zijn. Bij zijn komst, daarna het einde, wanneer hij het koningschap, en nou wordt het een ingewikkelde stuk. Daarna komt het einde, wanneer hij, dus Christus, het koningschap aan God, de Vader, overdraagt. Wanneer hij alle heerschappij, alle macht, alle kracht ontroond heeft. Nou, dit lijkt als het wel alsof dit iets is wat nog niet gebeurd is. Ook niet in Paulus' tijd. Er moet nog alle macht en kracht moeten nog ontroond worden. Nou, en nu ga ik eventjes een draai maken die we niet in die tekst vinden. Dit universum is vol met gevallen engelen. En die gevallen engelen die maken er een zootje van, die doen hun eigen zin. Dus een derde van alle engelen zijn gevallen. Christus heeft, God de Vader heeft besloten dat jaad zal opgevangen worden door de gelovigen. In Judas 14, 1 vers 14 staat geschreven dat de Heere God zal komen met 10.000 van zijn, of de 10.000 van zijn engelen. Ja, dus dat is gezegd door Henoch. Dus Henoch wist al dat God zou die val van die engelen, want dat is in zijn tijd gebeurd, hè, dat de engelen gevallen zijn, dat ze in opstand kwamen, dat ze op aarde zeg maar gewoond hebben. Daar hebben we nog tekenen van over, we vinden nog allerlei gebouwen die we niet snappen hoe die ooit gebouwd kunnen zijn. Dat is naar mijn mening het enige is, hè, de Ancient Aliens Theory, die zie je zo op de tv over, waarover gespeculeerd dat het buitenlandse wezens zijn. Zeggen buitenlandse wezens, zeggen van engelen! Ja? Dus laat je niet misleiden. Die dingen zijn echt. Aliens zijn echt. Alleen zijn geen aliens, zijn het gevallen engelen. En die hebben ook heel veel macht. Vergis je niet, dat ze in UFO's rondvliegen, is gewoon dat ze dus dingen weten die wij niet weten. Nou, die moeten allemaal onder de heerschappij van God gebracht worden. Dus, als wij, zeg maar, straks aan het einde van de bedeling, ja, als dan Christus teruggekomen is, en wij als bruid zijn met hem getrouwd, en hij komt met 10.000 van zijn heiligen op aarde, en dat hij verdoet alle vijanden met de woorden uit zijn mond, dan begint er een strijd. En die lijkt misschien wel een beetje op Star Trek. Want het hele universum moet dus onder het koningschap van Christus gebracht worden. En dat zal strijd leveren, want die engelen moeten allemaal in het gereel gebracht worden. Satan wordt onmiddellijk in het gereel gebracht. Dat is de leider. Maar de rest loopt ook nog een rondje, allemaal van die rebellen, partisanen in het universum. En dit is dus mijn speculatie dat ermee hiermee te maken heeft. Dat koningschap zal hij hebben totdat al die macht in het universum onder is bij God zijn gebracht. Nou, dat kun je allemaal even niet uitleggen natuurlijk. Dus Paulus, laat het hier maar bij. En dat gaan wij ook doen. En laten we blij zijn dat wij een prachtig voorland hebben. En dat we God mogen loven en prijzen. Amen. Dat de dood niet het einde is. En dat wij zijn kinderen zijn. En dat er een schitterende nieuwe wereld gaat komen. Waarin wij hem mogen loven en prijzen. En met hem mogen zijn zoals wij met ons bezit zijn. En zoals we met hem zijn. Laten we opstaan. En laten we hem danken in ons hart. Maken. Vader, dank u wel, Heer, dat gij ons woorden gegeven hebt. Dat gij degene bent die regeert over de dood. Dat het niet de dood het laatste woord heeft, maar dat gij het heeft overwonnen, Heer. En dat wij uw kinderen mogen zijn, Heer, en dat gij ons gered heeft, Heer. En dat wij in uw wachters mogen zijn, Heer, van uw koninkrijk, Vader. Dat wij uw bruid zijn.